Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd in Home, het historisch openluchtmuseum Eindhoven, het eerste exemplaar van de internationale gids voor historische openluchtmusea overhandigd aan de schout van Endehoven, burgemeester Van Gijsel. De gids is een initiatief van het Eindhovens Museum. Kijk, Eindhoven is een van de oudste steden van Nederland. Heel veel mensen geloven het helemaal niet. Maar 1232 kregen wij stadsrechten. En dan vraag ik aan de burgemeester van Dordrecht, weet je wel wanneer jij dat kreeg? Maar wij zijn wel in stadsrechten bijvoorbeeld ouder dan Nijmegen. Hoewel Nijmegen wel oudere vesting is. Maar als je hier in de omgeving kijkt, en wat je daar allemaal aan kunt treffen, ook nog uit de steentijdperk, maar ook uit de Romeinse tijdperk, dan is er nog heel veel te ontdekken wat buitengewoon spannend is. Nou, dat boekje geeft ons allemaal de mogelijkheid om daar meer verkenningen te maken. En dat ik denk dat we daar heel trots op mogen zijn. Een gids dus waar behalve Home ook historische openluchtmusea uit andere landen in worden vermeld. Die uit Ierland, die uit Letland, die uit Italië. Een gids om trots op te zijn. Het is een prachtige gids. Is de eerste in zijn soort. Is mooi uitgevoerd. De informatie is heel erg interessant om dat te lezen. Niet alleen voor de echt geïnteresseerden, maar ook wat ik al zei voor de toerist die gewoon in het buitenland misschien eens naar zo'n museum wil. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Wat betekent de gids dan voor het museum? Hopelijk nog meer bezoekers. In elk geval, hè? We hopen dat dat weer een middel is waardoor mensen ons beter weten te vinden. Die gids, het leuke natuurlijk van die gids is dat die ook internationaal breed verspreid wordt. Burgemeester Van Gijsel was er niet alleen voor de ontvangst van de gids. Hij was er ook om de aftrap te geven voor de nieuwe campagne van Eindhovens Trots. De categorieën waaruit gekozen kan worden zijn dit jaar design, technologie, sport en dit jaar voor het eerst ook personen. Je zou zeggen dat we als Eindhovenaren toch trots genoeg zijn op onze stad en dat zo'n stadspromotie toch niet nodig is. Maar zo simpel ligt het niet. Het is wel goed voor mensen die heel actief zijn in de stad Eindhoven allerlei dingen te ontwikkelen. Dat die ook eens een keer in het zonnetje gezet worden. En dat is denk ik toch wel de betekenis van Eindhoven Trots. Ook als je ziet wie er gewonnen hebben, de marathon, het zwembad. Maar ook hier het Openluchtmuseum. Dat zijn allemaal elementen waar heel veel vrijwilligers ook hun inzet voor plegen. En waar wij als Eindhoven trots op zijn. De campagne van Eindhovens Trots is van start gegaan. Tot 14 augustus kan genomineerd worden. Daarna pikt de jury er 5 nominaties uit. En vanaf 31 augustus kun je stemmen op je favoriet.